Wel, wij kiezen onze DOP's eigenlijk altijd in functie van de omgeving waar we draaien. In Mongolië was het heel belangrijk om te werken met iemand die in Mongolië kon functioneren. En vandaar dat we gekozen hebben voor Rimvydas Laipus. Dat is een Litouwer die de vroege films van Sharonas Bartas gedraaid heeft. Fantastische DP. Maar die eigenlijk komt uit de bekende filmschool in Moskou, het FKIK. Waar dus ook de Mongoolse collega's school hebben gelopen. En hij spreekt Russisch. En hij weet wat koud weer is, draaien in warme omstandigheden, met zeer koude temperaturen. Dus hij was voor ons echt de ideale DOP voor dat verhaal in Mongolië. Voor Altiplano hebben we met Francisco Gozon gedraaid. Dat is een beetje een gekke combinatie, in de zin dat hij is een Hongaar geboren in Venezuela, die ondertussen in Spanje woont, maar nu weer naar Hongarije is verhuisd. Maar die combinatie van die Oost-Europese gevoeligheid qua filmtaal, hij is echt Hongaar en hij heeft een aantal films gedraaid in Rusland en in Oost-Europa, met tegelijkertijd een heel goede kennis van de Latijnse cultuur en dus perfect Spaans spreekt, was dan ook weer een hele goede keuze voor Altiplano, mede ook met de beeldtaal die hij reeds ontwikkelde in zijn voorgaande films. En Hans is een jonge DP, die dus de twee eerste films van Gust van den Bergen heeft gedraaid en die wij persoonlijk fantastisch vinden. En dat is voor ons ja, een snelle keuze. Die keuze was snel gemaakt om te zeggen, wij gaan met Hans werken, ook al is hij jong. Maar dat heeft ook een heel aantal voordelen. Hij heeft een zekere vrijheid en openheid en tegelijkertijd ook een sterke visie op de beeldtaal. Ja. En heel aangenaam om mee te werken. Hans is echt de schat van een DP. Dat is echt geweldig. Ja. God, ja, toen dat Peter en Jessica me daar vooraan spraken, was ik natuurlijk heel, heel gelukkig. Want ik had Altiplano toen net gezien, denk ik. En dat was ook gewoon naar aanleiding van Peter Kruger, die daar ook heel goed mee. Die hen geproduced had voor hun vorige film, denk ik. Allee, ze werkten samen, ik zal het zo zeggen. Dus ik was al heel enthousiast over de aanpak van Antwerpen Centraal van Peter Kruger. En ik heb hun vorige films gezien, van Peter en Jessica dan. En die waren fenomenaal goed. Hè. Ik bedoel, die fotografie daarvan is super. Dus ik was zeker heel vereerd. En ik voelde wel dat ze een terechte keuze hebben gemaakt. Want het ligt een beetje in de werkwijze ligt misschien zelfs een beetje in de lijn van die van Gust. Het zijn geen industriële. Het zijn geen industriële. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ze gaan, Peter en Jessica gaan op zich geen reclames draaien of zoiets. Ze werken theoretisch aan een film en komt er eigenlijk op neer dat ze op set komen met weinig ervaring misschien zelfs, maar puur over het mechanische. Maar ze hebben wel een heel, heel helder idee over de film die het moet worden. En dat is natuurlijk heel plezant voor een cameraman. En in die zin, ja, dat is heel leuk gewoon. Hè? En het waren eens nieuwe regisseurs, hele lieve mensen. En dat was een plezier om mee samen te werken. En wat verwachten die beeldmatig van jou? Heb je veel vrijheid gekregen? Hoeveel inbreng had je? Of was je puur uitvoerder? Of? Het zit een beetje tussen de twee. Want het probleem is dat we eigenlijk samen moeilijk. We hebben eigenlijk moeilijk samen kunnen zitten voor de film zelf. Omdat zij ook zelf hun productie op zich namen. Toch de opstart tijdens de film zelf werd dan natuurlijk uitbesteed. Maar voordien hadden ze het behoorlijk druk. En zijn ze zelfs nog met andere projecten voor zichzelf ook bezig geweest. En daardoor hebben we weinig kunnen babbelen. En is mijn idee eigenlijk over de film gevormd tijdens het draaien zelf. Dus ik heb heel goed geluisterd in het eerste gedeelte. En we moeten echt zeggen, van rond het midden van de draaiperiode ben ik kunnen bijdragen. Beginnen bijdragen eigenlijk. En dan is het natuurlijk goed geweest. Hè. Maar ik moest niet zoveel aanpassen. Want het zat duidelijk in een lijn van wat ze al gezien hadden van mijn vorige films. Dus we waren vrij snel akkoord over shots, soms. Alleen de aanpak natuurlijk op zich en het idee dat zij voor zich hadden, kon ze in het begin, naar mijn gevoel, moeilijk naar mij toe communiceren. Dus
zodanig dat ik, zoals ik zei, pas in het midden van de film eigenlijk echt een perfect beeld van wat gevormd, van wat ze precies wouden. Want we werken alles weer af in gigantisch breed, af en toe een keer een beklijvende close-up. En ik ben er altijd van uitgegaan, kijk, Gust draait op een heel speciale manier, maar blijkbaar konden zij dat ook en is dat er ook van gekomen. Dus ik stond klaar om het iets traditioneler aan te pakken, maar het is dan uiteindelijk toch weer arthouse geworden, maar met goede afloop. Dus daar mogen we allemaal blij om zijn, denk ik.